ben Vera, ik ben 21 jaar en ik studeer communicatie- en informatiewetenschappen. Ik doe de educatieve minor. Ik ben Julia, ik ben 20 jaar en ik zit in mijn derde jaar van de bachelor communicatiewetenschappen en ik heb gekozen voor de educatieve minor. Ik heb voor de educatieve minor gekozen omdat ik zie mezelf niet zo op een kantoor zitten. Ja, ik ben toch wel graag onder de mensen en ja, het onderwijs trekt mij heel erg aan omdat elke dag anders is en ja, gewoon iedere dag met leerlingen in contact. Het is me erg meegevallen hoeveel extra werk je moet doen voor de educatieve minor. Ik had verwacht dat het nog veel drukker zou worden, maar tot nu toe valt dat heel erg mee. Wat ik onverwacht vond aan de opleiding was dat er heel wat meer bij komt kijken dan je van tevoren verwacht. We hebben vandaag een college logopedie en je zou misschien als leek niet echt denken dat je dat mee zou nemen in je opleiding tot docent. Maar het is toch wel heel belangrijk om, ja, om goed met je stem om te gaan. Ik vind de colleges heel erg leuk die we tot nu toe gehad hebben. We worden echt klaargestoomd voor de praktijk. En je zit in kleine groepjes, dus je hebt leuke interactieve colleges. Je leert je docenten ook veel beter kennen dan in de grote colleges van communicatie. Dus de colleges bevallen tot nu toe heel goed. Het zijn hele kleinschalige colleges, je zit met een kleine groep. Dus je gaat heel snel de diepte in met de stof. Ik vind het inhoudelijk heel leuk, omdat ik vind het leuk om te leren hoe mensen leren. Het helpt jezelf ook een beetje. Aan toekomstige studenten zou ik zeker de opleiding aanraden. Met de educatieve minor kun je jezelf echt onderscheiden.